Kom bij dit korte filmpje over de draadloze speakertjes van D-Best, Bluetooth speakertjes. Het zijn twee kleine speakertjes aan elkaar vastgemaakt. Zien er erg mooi uit. Het is een magneetsysteem. We gaan ze even uitproberen. We zullen ze eerst aansluiten. Er zit op ieder een 3,5 mm audio jack aansluiting. Zo. We zetten ze even aan. Wat je nu hoort is dat die verbinding gaat zoeken. We zetten nu de Bluetooth op de telefoon aan. We hebben hem al gepaird. En als het goed is, ja, daar komt hij, is er verbinding. We kunnen nu vervolgens gewoon muziek af gaan spelen op de smartphone. We openen Google Music. Dan gaan we iets opzoeken wat een beetje. Waar een beetje bas in zit. Het geluid is behoorlijk hard, goede bas erin, mooi vol geluid. Er zit een 80 centimeter draadje aan, dus je kan de box een klein beetje mooi uit elkaar zetten. Je hoeft hem natuurlijk niet alleen op je smartphone aan te sluiten, je kan hem ook aansluiten op je laptop via Bluetooth of op je PC. Ik heb wel gemerkt dat als je bijvoorbeeld video af gaat spelen. We gaan bijvoorbeeld YouTube afspelen. Dat je soms een halve seconde vertraging hebt in het geluid. Dat is niet altijd. Ik weet niet precies waar het aan ligt. Ja. Al met al erg goede speakertjes van D-Best. Mooie dingetjes. Je kan ze mooi aan elkaar klikken. Het draadje kan je er dan eventueel omheen wikkelen. En dan zijn ze zo aan elkaar.